kijken naar deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Tinja en het is nu 2:50 ochtend, want wij gaan vandaag ik ga met mijn vader, mijn moeder, mijn broertje en mijn opa en oma naar Disney. Dat is echt een nadeel dat je dan zo vroeg met de bus naar de hemel moet rijden. En dan, ja, moet je zo vroeg uit je bed. We moeten even naar Parijs. Nou, jullie zien me niet goed, maar we gaan naar Disney in de bus. Ik zit naast mijn oma, super gezellig. Lekker warm hier. Te warm. Maar laten we gaan, let's go. Ik denk, we zijn er al. Nee hoor, we hebben alleen gestopt. En dan kunnen jullie volgens mij vis blijven bijgeven. Dan moeten we nog anderhalf rijden en dan zijn we in Disney! Yay! Yeah! Mm-hmm. Dankjewel hoor. Het is super druk! Het is super druk! Tot zo! Ja! Kijk mooie autootjes! Ik ga testen. Nee, niet te goed maken. Nu zo, ja, toen weten we het en toen was er echt helemaal niet genoeg. We zijn aangekomen en moet je kijken. Helemaal leeg. Het is best wel rustig. Dus we gaan naar binnen. Ik kan gewoon met zo'n roltrap ding. Dus dat is heel handig, want het is best wel ver lopen. En ik weet niet of je het hoort, maar we zien allemaal muziek. Heel best wel hard. Wij gaan erheen. De parkeerplaatsen zijn leeg. Heel veel leeg. Nou, we gaan beginnen bij de studio's, bij Walt Disney Studios. Want je hebt namelijk twee parken, het Disney Hoofdpark en Star en Disney Studios. Nou, we hebben even een rolstoel gehuurd. Omdat ik, ja, jullie weten vast wel met mijn voet zit ik in trips, dus dat is niet zo heel fijn lopen. Best wel fijn, dus... Dus, tot zo. Hoe groot? Iedereen. Walt Disney Studios. 1. Tuurlijk. Mooie toren. En ik ga een yummy eten. Yummy. Mooi. Superleuk. Het zijn allemaal winkeltjes. Waar je kan eten. En het is helemaal in kerstsfeer. Het is allemaal extra lichtjes. En alle kerstdingen, hè Fabio? Eerst gaan we in de soldaatskamer, de soldaatskamer, ik weet niet of het zo heet. Het zijn die lege mannetjes van soldaatskamer, zo'n soort rare wezens. En dat is dan in de parachute ga je omhoog en dan val je ook weer naar beneden. Superleuk! We gaan met mijn moeder, ik, mijn broertje en mijn vader, gezellig. Die rekken, wat lager, iets onder dat hotel. Nou, we gaan nu naar het andere park, het hoofdpark. Ik ben net al in de hotel, dat was super gaaf. Ik was heel bang, dus ik wilde niet in. Ik wilde echt maar het janken en toen ben ik ingegaan, dat was super gaaf. En dan was iemand die er werkte, toen probeerde hij maar wat te maken en die keek je zo aan. Dus ik keek zo en toen moest ze lachen. Dus we gaan naar het andere park. Kijk, ze hebben hier ook een heel mooi Disney hotel. Sorry voor het groene scherm. We komen er zo goed voor te staan. En dat is hier wel beter. En... stomme bomen. Kijk. Heel mooi. Alleen, mama, rij me eens daarheen. Neem me naar voren. Ik heb een leuke band gekocht. Ja, kijk. En wat kan je ermee? Waar zit een knoopje?
Ja, laat maar. Je kan zo voor je vingers. Rijst daarin, mama. Kijk, wat er is. Je kan hier zo opdoen en dan heb je het zo over je vingers. Ja. Maar kijk. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar kijk. Mickey. Hier is een Mickey heg. Ik denk dat het krullen wat is. Ik weet niet. Nee, je ziet het net niet volgens mij. Wacht, ga eens dichterbij, hè. Zie je het? Wacht, ik... Mooi, hè? Oh, en hier. Het hotel met de Mickey klok. Super cool. Kijk, en dit is een nijlpaard in een met een rokje in een tutu. Kijk hoe leuk. Ook bij de ingang van Disneyland Park. Woehoe. Ik weet niet of je het kunnen zien, maar het is al helemaal in kerstsfeer. Yay! Als je binnenkomt is dit. En stijgers. Maar ik denk dat ze daar wat gaan bouwen. Hoe leuk. Trouwens, het is een kerst weer. Helemaal niet te merken. Je hoort gelijk de muziek al. We missen echt net de parade. Maar ik hoop... Waarschijnlijk komt er nog één. En kijk hoe mooi. En je kan het waarschijnlijk niet zien, maar er zit allemaal sneeuw. Loop maar door er. En hoe leuk de straten zijn voor sneeuw. Kijk, sneeuw. Oh, sneeuw. In de verte al het sneeuw. Oh, en kijk, je ziet daar nog Donald Duck. En daar ligt zo'n kasteel als je op. Ja, en ligt er zo. Mooi hoor. Zitten en we gaan wat eten en wat drinken. Ik stik in mijn woorden. En dan komt hier vaak nog een showtje. En zo komt er weer een showtje. Het is helemaal een thema. Want het is Jedi Training Academy. Het is super leuk uit en wij gaan eten. Sur la gauche, puis sur la droite. Now let's see how you do it. Montrez-moi comme vous allez bien le faire. Ready? Et activez. To the left, à gauche, to the right, à droite. Great. One more time, encore une fois. To the left, à gauche, to the right, à droite. C'est bien, ça va être. Everyone stand, tout le monde debout. Et désactivez, déactivez. You're all doing so well. Vous vous en sortez très bien. You may dispense with the pleasantries. I come with an offer for an even greater journey. Join me and I will complete your training. It is useless to resist. Ja, we zijn nog steeds.
gaan nu naar de spookhuis en die heet... Ik denk spookhuis, ik weet het niet. Nee, dat heeft niet in de film. Het is van die film, het skelet. A Nightmare Before Christmas? Ja, daar wist ik van. Oh? Sorry, hè? En dan ben ik naar mijn foto geweest. Maar wat gebeurt er met jou nu net? Ik nou, ik moet gedeeld worden. Waarom? Dat ik hier met de hulsel. Heb je weer zo'n last van je voet? Ja, net te zien. Nou, ben je klaar mee? Dit is op de foto. Cool man. Ja, nou is het weer. Let's go, Dion! Woehoe!
Kwartier, dat is lang hoor. We staan nu bij de buslijntje Laserblast. En dan moet je met een pistooltje schieten. Met z'n tweeën. En dan kan je punten halen om op bakjes te schieten. En dan, wie de meeste punten hebt gewonnen. Dus gaan we even in. Super leuk gedecoreerd. Ik voel me de moe, iets vroeger als nog licht is. Denk ik echt. Fabio die gek doen. In de wachtrij. Oh trouwens, het is de bedoeling, je hebt een pistool. En dan moet je schieten op ja, drie hoekjes, vier kanten. En als je die raakt, krijg je een punt. Heb je dat de meeste punten? Heb je volgende één, ben met z'n tweeën. De dag is alweer afgelopen, dus we moeten weer naar huis.
naam komen. Vergeet niet te abonneren en dan zeg ik doei!